Yo, kijkers van Maxus Spam Center. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Dark en Blow Zero. Het is een tijdje geleden dat ik dit spel heb gespeeld. Maar dat komt ook omdat ze voornamelijk de game aan het updaten waren. En omdat ik even een keer op een gegeven moment wou joinen. Ik zit nu in de experimental build. Dus dat betekent dat veel dingen die nu nog in development zijn, dat ik die nu ook kan spelen. Dus er kunnen toevallig nog wel wat bugs in zitten. Maar ik wil gewoon in ieder geval weer een nieuwe let's play proberen, doen. Want er is eigenlijk best wel wat stuff bij toegevoegd. Heel wat story dingen en zo. Dus ja, ik wil het gewoon eventjes met jullie doen. En ja, eerst even wachten tot het laden klaar is. Maar dat is waarschijnlijk ook zo klaar, hopelijk. In ieder geval, ik weet ook dat er heel wat nieuwe wezens zijn toegevoegd in de tussentijd. En heel wat nieuwe dingen. Misschien dat jullie het al wel hebben gezien bij andere mensen, maar dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat er wel heel wat nieuwe dingen zijn toegevoegd. En nou ja, ik heb natuurlijk ook al een tijdje niet meer geüpload vanwege dat ik ook druk bezig ben met stage en met school. Dat is natuurlijk ook iets wat ik... Ja, eigenlijk dagelijks heb. Dus dat is van, nou, misschien gewoon nu eventjes weer hoe zeg je dat? Gewoon weer eens even een opnametje. En misschien dat ik er wel voor elkaar krijg om weer een wekelijks te uploaden. Maar ik beloof niks. Dit duurt lang. In ieder geval, de muziek is ook anders. Wat je nu hoort op de achtergrond waarschijnlijk wel. We beginnen. Press any button to create your day, yo. I repeat, immediate evacuation of Sector Zero to Space Station Vespa. Sam, what's happening? The meteor storm. There was interference. It's closer than they thought. How long? Maybe 10 minutes. Jeff, do you read? I've been guided it. I translated the wake-up command. Your timing sucks. We're evacuating. Jeff! My name is Jeff. His last GPS check-in was at the cave entrance. I'm going up there. Roger that. Don't stay any longer than you need to. Ja, het begin is in ieder geval al heel stuk anders. Want ik kan natuurlijk ook niet meer in elke andere ruimte. En de Vesper is geüpdate en alles. Dan gaan twee andere schepen. Dus ik moet nu naar de base toe, wat ik weet. Ja, daar is mijn eigen soort van raket om naar de Vespa toe te gaan. Die er veel beter uitziet in deze update. Maar ja, er is dus een meteorstorm. Dus moeten proberen om een beetje snel te zijn. Oh, daar heb je weer een meteor. I'm approaching the research site. It looks like Jeff's GPS track is here, but no other sign of him. Understood. Be careful. Jeff! Jeff off! Jeff will be up. Oh. Now Jeff is gone. Who am I speaking to? Zie je nog iets? Even kijken. Dit zit hier ook altijd al, maar volgens mij is het niet iets wat je bij door kunt. Nou ja, we gaan gewoon de base in en dan zien we vanzelf al.
gewoon even koffie maken. Hehehe. Boom. Oh, die echo. Nice. Jeffov isn't here. But Sam, we woke something up. I spoke to it. Please, get to the escape ship. I'm on my way. Jezus Christus. Oh no. Are you back at base yet? That's a negative. It's gone. Sam! Al die meteoren, though. De hele meteorenstorm. Man, man, man. Ruige start, maar wel een goede start. Pff, als die meteoren, doe. God. Oh my god. Je zal wel geraakt worden door zo'n beetje. Dan ben je gewoon instant dood. Dat is voor zeker. Kan Peter misschien onder water blijven. Oh my god. Dus de Vesper is geraakt door iets. Door een of andere meteor, denk ik. Ja, het beste wat ik kan doen is eerst een survival knife krijgen. Fabricate food and tools, and refer to your PDA's databank for more information. Good luck. Ja, good luck gaat me wel nodig hebben, ja. Best wel chaos, overal meteoren en alles. Even zien, ik heb ook wat van die seed clusters nodig. Oxygen. Ja, dat ding staat een beetje te roken.
Oh ja, ik heb de koffie ook nog steeds bij me. Oh, daar ligt een sea glide fragment. Nou, daar kan ik op het moment natuurlijk nog niks mee, want ik heb nog geen scanner of niks. Oh, nu hagelt het. Ja, vregen, wat dan ook. Pieper, kom hier. Ja, Arctic Pieper, kan ik beter zeggen. Maar oké. Okay. Oh ja, deze dingen die ga ik ook wel nodig hebben voor batterijen. Is misschien ook wel handig om even een aantal van te verzamelen, zodat we in ieder geval wat hebben. Zodat we in ieder geval een batterij kunnen regelen, misschien twee. Nou, eentje, wat het denk ik is. Nu worden het er twee. Als ik ze kan vinden. Hier zijn er misschien nog wel wat. Eentje. Of twee. Oh, hier ook nog. Nou, mooi. Boom, boom, boom. Oké. Oké, ik kan nu in ieder geval de silicone rubber maken. Dat ga ik sowieso nodig hebben. Voor de survival knife. Even zien. En dan heb ik nog een batterij voor nodig. Dus, hier. Dus, boom, boom. Let's see. Hiervoor heb ik fiber mesh nodig, nog een titanium en hier heb ik nog silicone rubber voor nodig. Nou, laten we de fins ook maar maken, want dan zijn we in ieder geval nog een stukje sneller. En ik denk dat ik de rest gewoon naar lubricant maak, want dat gaan we ook wel hard nodig hebben later. Nou ja, glass hebben we nog niet nodig, batterij misschien later nog. Dus de onnodige dingen, die leg ik hier even in. Dus nu even wat fiber mesh halen. En dat is gewoon de creepvine dingen. Ik weet even niet hoe ze heten. Gewoon volgens mij creepvine, als ik het goed heb. Alle beetje resources die ik vind, gewoon meenemen. En natuurlijk als we fragments tegenkomen en als ik ze zie, dan ook natuurlijk meenemen. Oh, hi. Hi. Interact. Wow. Wow. Swimming. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Oké. Okay. Dat zal vast en zeker wel genoeg zijn. Ik vind het soms ook wel apart. Van hoe hier nou fragments kunnen komen te liggen. Kijk, zoals hier. Want waarom de fuck ligt hier een sea glide fragment? Leggen we dat maar eens uit. Oké. Toen met de crash met de Aurora en de originele Subnautica was het wel logisch. Want ja, zo'n ding die blaast op. Alles vliegt in het rond. Ja, geen wonder. Maar hier. Hier heb je dat niet echt. Oké, okay, wat was het? Fiber mesh was het toch? Ja. Dus nu kan ik de standard O2 tank maken. Nu kan ik gelijk een stuk meer.
Repair tools. Heb ik nog veel meer stuff voor nodig. Kompas misschien ook wel handig later. Oké, wat zal ik nou eens maken? Of zullen we eens even voor de Seaglight gaan zoeken? Dat wordt nu nog wel wat moeilijker, want het gaat wat donker. Maar misschien kunnen we het nog wel vinden. Die ribbon plants heb ik op het moment natuurlijk niet nodig. Maar ja, ik kan natuurlijk nu een stukje langer onder water blijven. Dat is op zich wel handig. Hi. Oh wow, ik bestuur hem gewoon een beetje. Niet heel goed, maar ik bestuur hem. Soort van. Als je bestuur kunt, doe me. Oh wow. Daar ga ik zo wel even in. Eerst even oxygen krijgen. Gold, altijd handig. Titanium, ook handig. Sea Monkey Nest. Oh, een Sea Glide. Hier rechts. Wow. Dit was volgens mij, ja, een oxygen plant. Altijd handig. Zijn er nog meer van de Sea Monkey Nests? Volgens mij niet hier. Oh, LED. Ook altijd handig. Oh, hallo. Een Brainwing. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Incoming transmission. Origin, alien sanctuary site. Twisty bridges. 200 meters depth. Recorded to databank. 200 meter in de diepte, nou. Daarvoor heb ik nog wel even wat stuff voor nodig. Oh my god. Oh, zit dat daar? Dit is ook wel handig om te zien. Wat ben jij? Disinfected water. Altijd handig. Oh, daar nog iets. Wacht even. Uh-oh. Oh, hier is ook een arm. Wat van deze dingen? Ik weet niet wat het is. Geen idee wat voor een fragment het was. Maar ik had het blijkbaar al. Ik kan ook niet echt veel zien, laten we maar zeggen. Oh. Oh, leuk weertje. Oh, hi. Wat doe je?
Oh, je hebt een... Je hebt een... Nee, kom hier. Geef terug. Thanks, Sea Monkey. Iets ging hier beam verderop. Auw, what the fuck? Wat was dat? Ik kon namelijk niet zien wat het was. Oh, dat is makkelijk. Oh jezus, het is echt een hele sneeuwstorm. Je moet ook wat nuttigs beneden zijn, als hier zo'n oxygen plant is. Auw. Hey, ik heb een flare. Sinds wanneer heb ik die dingen? Ik heb namelijk geen idee hoe ik daaraan ben gekomen. Hi. Jezus, stikt hier met die dingen. Zie Monkey Egg, nu heb ik hem. Oh, lasercutter. Nice. Dit ding kan ik altijd wel goed gebruiken. Al deze resources zijn altijd wel handig. 30 seconds. Ja, dat is natuurlijk ook iets. Oh. Een fragment voor een cyclite zit daar beneden. Nice. Ik denk niet dat ik hem nu al kan maken, maar het zal altijd handig zijn. Oké, maar we zijn bijna terug bij mijn lifepod. Lubricant battery copper wire. Oh, dat is heel makkelijk om te maken. Oh ja, lubricant, die heb ik ook nodig. Goed dat ik dat ding al heb gemaakt. Een batterij was het. Nou, dan heb ik alles alweer. Oké, maar ik ga nu in ieder geval weer de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende aflevering ga ik gewoon weer verder met waar we gebleven waren. Misschien dat we dan zelfs wel de Twisting Bridges ingaan. Met de 200 meter diepte met die alien base of wat dat ook mag zijn. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.